Deze maand in Gooi Talk gaan we het hebben over muziek. Ik bespreek het samen met mijn gast Wander Smit over zijn passie en treedt zelfs op hier in de studio. Influencers beïnvloeden de jongeren massaal. Maar wat vinden mensen van influencers? Dat vraag ik aan hun op straat. En muziekvereniging Het Gooi bestaat maar liefst 10 jaar. Wij waren erbij en deden verslag. We gaan beginnen! Welkom bij Gooi Talk. Mijn naam is Colin van Leeuwen. Vanaf jongs af aan bezig zijn met muziek. Daar weet mijn gast alles van. En hij zit bij mij aan tafel. Wander Smit, hoe gaat het met je? Het gaat goed met mij. Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het ook helemaal fantastisch vandaag. Dat is mooi. Ik ben heel blij dat jij hier aan tafel met mij zit. Ja, ik ben blij om hier te zijn. Het is een gigantische privilege om voor Gooi TV een programma te kunnen maken. Nou, dat is mooi om te horen, toch? Ja, dat vind ik mooi. Ik zei het net al, vanaf jongs af aan bezig zijn met muziek. Mm-hmm. Vanaf welke leeftijd begon het bij jou? Nou, kijk, ja, ik heb altijd wel, weet je, net zoals ieder kind. Weet je, iedereen houdt wel van muziek, heeft zijn eigen voorkeuren natuurlijk. Daarna ben ik een tijdje op muziekles geweest. Ja. Toen was ik 7 of zo, heb ik heel erg lang gitaar gespeeld, maar ik was niet zo gemotiveerd. Dus ik was ermee bezig tot mijn 12 of zo. Mm. En dan heb ik al best wel lang gitaar gespeeld, maar ik kon niet eens een akkoord. En op een gegeven moment werd ik 16 en toen begon ik ineens echt fanatiek muziek te luisteren. Weet je, ik had een tijdje dat ik alleen maar naar Minecraft parodies zat te luisteren. Mm. En videogame soundtracks en film soundtracks. Maar weet je, dat is tenminste, nou ja, als je dat mooi vindt om naar te luisteren, jullie doe ik nog steeds ook. Maar dat was niet echt een heel erg goede motivator om bijvoorbeeld gitaar mee te leren. Dus toen ik uiteindelijk van die gitaarbandjes begon te luisteren, toen dacht ik van, oh, ik heb nog een gitaar van een paar jaar geleden, laat ik daar gewoon op dingelen. En dat was tijdens corona, dus ik had al heel erg veel tijd om gewoon, ja, een beetje de smaak te pakken te krijgen. Gewoon een beetje hoe akkoorden werken. Ja. En sindsdien ben ik er eigenlijk gewoon achter gekomen dat het gewoon ontzettend leuk is om te doen, muziek maken. Ja. En kwam het uit jezelf dat muziek maken of maakte je familie vroeger ook al muziek? Nee. Het kwam echt uit jezelf. Mijn familie is totaal niet muzikaal. Dat is best wel grappig. Ik bedoel, nou ja, zij luisteren eigenlijk dezelfde soort muziek als ik. Echt? Ja, dat wel. En wat voor smaak is jouw muziek? Is dat rock, gewoon een beetje rockig, toch? Ja. Een beetje rockpoppie. Maar ja, mijn ouders zijn een paar generaties eerder natuurlijk. Dat zijn mijn ouders. Ja, ja. Dus die luisteren dan een beetje meer van hun tijd. Welke instrumenten speel je? Bijvoorbeeld, is dat gitaar, drum, piano? Ik heb thuis wel een behoorlijk arsenaal aan instrumenten die ik min of meer kan spelen. Maar het is, weet je, gitaar ben ik het beste op. Daar kan ik, weet je, als je me daar een liedje van geeft, kan ik het spelen in een dag. Mm-hmm. Maar dan heb ik ook nog, weet je, een basgitaar en een piano. En weet je, die in principe, als ik er meer op zou oefenen, zou ik er wel beter op kunnen. Maar ik gebruik het nu eigenlijk. Ik gebruik die instrumenten vooral als ik nu gewoon dingen wil recorden. Dat vind ik het leukst. Precies. Dus, maar dan, weet je, dan speel ik het. En daarna vergeet ik het weer gelijk. Dus eigenlijk kan ik er helemaal niks mee. Nee. En je zegt gitaar. Had jij vroeger ook nog andere instrumenten die je bespeelde? Vroeger andere instrumenten? Nou ja, weet ik veel. Blokfluit, mondharmonica. Maar ja. Doe je dat nog nu op dit moment? Nou, mondharmonica doe ik nu wel zoals ik piano man probeer te oefenen. Sing us a song, you're a piano man. Sing us a song. Ja, precies. Dat is ook met een mondharmonica natuurlijk. Jij bent ook online bezig met een online software muziek, of niet? Nou, online is niet echt te noemen. Ik gebruik een DAW. Dat is een digital audio. Weet ik veel, ik weet niet waar dat voor staat meer. Maar het komt erop neer dat je eigenlijk gewoon, weet je, een dingetje kan inspelen. Het is net zoals een montageprogramma. En ik gok dat er ook ouderen naar deze talk zitten te kijken, wie weet. Mm-hmm. Die weten absoluut niet, naar mijn mening, wat dit allemaal inhoudt. Ja, Zou jij misschien wat kunnen dingen uitleggen? Ik kan het even laten zien. Laten zien zelfs? Yes. Dan heb ik hier mijn laptop.
Ga ik even, geef me even de tijd. Nou, kijk. Dus hier heb je zo'n programma, zoals je hier ziet. Zie je hier zo'n lijntje dat die audio aan het opnemen is. En dan heb je hier de recordknop. In principe, wat ik dan kan doen, is recorden. En dan kan ik bijvoorbeeld met de microfoons die hier ingebouwd zijn. Ik kan iedere microfoon gebruiken die je wil natuurlijk. Maar dan kan je in principe gewoon op herdruk. En dan kan je zo gaan van doo-wop, dabba-doo-wop, dabba-doo-wop, dabba-doo-wella-wella-wella, doo-wop, dabba-doo-wop, dabba-doo-wop, dabba-doo-wella-wella-wella. Nou, best wel leuk, want dan speelt hij het na. Doo-wop, dabba-doo-wop, dabba-doo-wop, dabba-doo-wella-wella-wella, doo-wop. Best wel leuk. En dan kun je ook natuurlijk wat extra's aan toevoegen, want nu is het in principe, nu is het één idioot aan het zingen is, maar wat nou als het twee idioten zijn die aan het zingen zijn? Wacht, opnieuw. Weet je? En dan heb je twee idioten. Ja. Dus dan klinkt het zo. Dat klinkt fantastisch. En kan je er bijvoorbeeld ook effectjes of zo aan toevoegen? Of? Ja, in principe. Ik kan er effectjes aan toevoegen als ik wil. Kan ik bijvoorbeeld, om het nu even makkelijk te maken, kan ik er een preset op zetten. Dus dat zijn vooruitgekozen instellingen om hem wat klassieker te laten klinken bijvoorbeeld. Nou ja, classic, als in meer classic Rocky, dus dan heb je een heleboel echo erin en alles. Even kijken. Dus nu hebben we deze wat meer echo erin. Ja, klinkt alsof ik in een kamer zit of zo. En zo kan je eigenlijk... Dat was een mooie echo. Ja. En zo kan je dus eigenlijk muziek maken online. Ja, zo kan ik muziek maken online. Ah, oké, dan weet je er ook goed. Nou ja, online studio meer op de computer. Online, dan zou dit op het internet moeten zijn, maar. Ja. Ja. En hoe lang doe je dat al, dat online muziek maken? Eigenlijk sinds ik sinds ik deze laptop heb. Weet je, ik heb deze laptop gekregen en er komt zo'n programma bij. Ja. En ik speelde toen al gitaar voor ongeveer een jaartje. Dus ik dacht van, oké, maar nu wil ik wel ook echt een liedje kunnen maken, weet je wel? Precies, ja. In plaats van alleen maar spelen. Wander, we komen zo bij je terug. Ja. We gaan eerst even naar iets anders, want influencers beïnvloeden de jongeren massaal. Met één post op Instagram en de jongeren zijn er als de kippen bij. Of één tutorial en iemand speelt gitaar. Dat kan ook. Ja. Maar wat vinden mensen van die influencers? Met die vraag ben ik de straat op gegaan. Wat vinden jullie van influencers? Ja, influencers. Ik heb er een beetje een dubbele mening over. Een vriend van mij is een influencer. Nou, ze doen hun best, maar ik vind het alleen jammer dat ze soms reclame maken tussen aanhalingstekens. Het ligt eraan welke, want bijvoorbeeld als Enzo Knol heeft wel goede influence op sommige mensen, maar bijvoorbeeld Krikel is ook een YouTuber, geeft dan geld weg. Willen kinderen natuurlijk heel graag gaan meedoen en zo. Ik denk dat ze best wel nodig zijn nu, vandaag de dag. Ik denk dat heel veel mensen ze volgen en dat is goed. En waarom zijn ze nodig volgens jou? Ik denk dat veel mensen een voorbeeldrol nodig hebben. Dus. Nou, ik vind die mensen, het draait allemaal een beetje door en ze zijn heel erg van hun eigen. Dus ik heb niet echt, ik heb er niet echt wat mee of zo. Of vertel een gezellig verhaal, maar dan wordt het een blog leuk. Maar hou je het in ieder geval apart van lekker geld verdienen met alles aanprijzen, terwijl je er misschien zelf helemaal niet achter staat. Ben je zelf wel eens geïnfluenced? Ja, zeker met Eric. Nee. Nee. Hoe komt dat, denk je? Misschien een verkeerde plek, verkeerde tijd of juist de juiste tijd. Weet je wat het is? Voor hem is het natuurlijk hartstikke leuk. Maar wij twee die werken ons helemaal de naten, hè, weet je wel. En dan komt hij met hem, die gooit even een post op Instagram en dan verdient hij dubbele wat wij in een week verdienen, weet je. Werk jij voor eventjes nu niet over influencers, maar is dit een schoolopdracht of is het gewoon... Stage. Een stage? Ja. Nou, dan vanaf nu wens ik je succes met je stage. Nou, ben je nooit geïnfluenced door Realistic om dat ene focusdrankje te kopen? Nee, niet echt. Ik kijk Realistic niet echt. Nee. Ik vind hem niet echt.
Vindt hem niks? Nee, niet echt, nee. Niet een keer de Focus drink van Royalistic hebben gekocht? Nou, ik stond wel eens een keer in de supermarkt en dacht ik, laat ik hem vandaag gebeuren. Maar nee, ik heb me wel sterk kunnen houden. Dus nee, het is mij nog nooit overkomen, gelukkig. Ik vind het wel, het is wel heftig als het je overkomt. Maar, sterkte ermee. Ja, heel erg bedankt. Veel plezier met de post. Ja. Wander, ben jij zelf wel eens geïnfluenced? Tuurlijk, ik denk dat iedereen is geïnfluenced. En waar ligt het aan? Huh? Waar ligt het? Ik denk iedereen heeft zijn invloeden en ik denk ook niet dat influencers per se alleen van deze tijd zijn. Het is nu dat ze toevallig op het internet zijn en mensen moeten ze natuurlijk een term geven. Maar weet je, onder andere muzikale inspiraties van mij, dat zijn eigenlijk ook gewoon influencers, want die hebben me beïnvloed, toch? Precies. Maar heb je een bepaalde mening over influencers? Vind je ze wat of zeg je van, mensen die zichzelf, ik vind mensen die zichzelf influencers noemen, klinkt een beetje egoïstisch, vind ik wel. Ja. Het is een beetje van, al deze mensen luisteren naar mij en moeten ze ook doen, want ik ben verstandig, weet ik veel, maar ik ben niet verstandig, je bent ook gewoon een persoon. Wander, jij gaat zo je eigen nummer spelen, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even naar Naarden. Want muziekvereniging Het Gooi bestaat maar liefst 10 jaar. En ter ere van die 10 jaar geven zij een jubileumconcert bij de Utrechtse Poort in Naarden. Leuke plek hoor, Naarden. Ja. Ik sta hier in de Naardenvesting. Vanavond vindt hier plaats bij de Utrechtse Poort. Het 10-jarig jubileum van muziekvereniging Het Gooi. Met allemaal optredens. Ik ben ontzettend benieuwd hoe ze het gaan doen. Kom, we gaan kijken. Mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben 16 jaar oud. En wat voor instrument speel je? Ik speel trompet in dit orkest. Derde trompet, dus niet de hoofdpartij. Maar... Ik speel trombone. Trombone? Ja, trombone. Dat is zo'n schuiven. Ding waar je mee kan schuiven. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ik dacht een trompet. Nee, de trompetten zitten aan die kant. Dat zijn de wat kleinere vormen en wij hebben wat de grotere vorm ervan. Ah, en hoe lang doet u dat al? Zo, lang. Ja, een jaar of 40 al. Ik speel klarinet. Klarinet. En hoe lang doet u dat al? Nou, dat is even rekenen. Ik denk 58 jaar. 58 jaar alweer. Dat is al een tijdje hoor. Ja, zeker. Ik ben op mijn 9e begonnen. Mag jij uitrekenen hoe oud ik ben nu? Ik kan niet zo snel rekenen hoor. Hoe heet dit instrument? Dit heet een dwarsfluit. Oh. Een dwarsfluit. En nog nooit een andere instrument gewild? Nee. Dit is het leukste en mooiste instrument, ja. En hoe lang doe je dat al? Vanaf mijn 10e, dus 19 jaar. Hoe vindt u deze muziek? Nou, ik ken deze muziek natuurlijk al vele jaren, want ik heb zelf in dit orkest 40 jaar meegespeeld. Echt? En waarom bent u gestopt? Omdat het niet meer ging. Mijn handen werken niet goed meer, dus ik kan mijn ventiel kan ik niet meer goed bedienen. En dan moet je op een gegeven moment kiezen, dan moet je zeggen, joh, ik scheid ermee uit. Ik was al 10 jaar, dus ik was ongeveer 6 of 7 toen begon ik met trompet spelen. En waar kwam die hobby vandaan? Nou, ik moest ooit gewoon een keer van mijn ouders een cursus volgen om een instrument te spelen. En ik vond trompet het leukste om dat te doen, dus toen heb ik voor trompet gekozen. En muziek is alles voor u? En nog een andere hobby? Autorijden. Autorijden. Nee, maar de muziek vind ik wel lekker. Ja. Is er een ander instrument dat u ooit nog zou willen bespelen of alleen echt klarinet nog? Nee, want als dat was, zo was. Want ik speel ook saxofoon en ik speel toetsen en ik speel gitaar. Dus alles wat ik wilde, dat heb ik echt al gedaan. Maar ik blijf hier aan trouw, absoluut. Is jouw favoriet ook dwarsfluitmuziek? Ja, vooral klassiek. Dat hoort wel echt bij dwarsfluit, ja. Ja. En ik zou er nog heel graag bij willen zijn, maar dat gaat niet meer. Het is de eerste keer dat hij komt kijken, dat hij niet meespeelt zelf. Dus we zijn inderdaad gegaan. Ja, ik vind het altijd heerlijk. Ja, zeker, ja hoor. Het is ook hele mooie muziek, vind ik zelf. Ja, jij zelf ook. Ja, het klinkt muziek als in de oren. Ik wil misschien later nog kijken of ik piano kan spelen. Het lijkt me ook een heel mooi instrument om veel muziek op te spelen. Dus ik denk dat ik later misschien ook wat lessen daarvoor ga nemen. Luistert u ook
trombone muziek, of is dat er niet? Ja, dat is genoeg trombone muziek, maar daar luister ik niet naar. Nee. Welke muziek houdt u wel van? Top 40. En als ik vragen mag, wat voor instrument heeft u hier gespeeld? Ik heb bastuba gespeeld. Dus daarbij kwam dus ook dat het een groot instrument was. Wat op mijn leeftijd eigenlijk al veel te zwaar werd. En ik kon het ook niet meer goed bedienen. Dus ja, ik heb er heel lang over gedaan om afscheid te nemen. Maar het moest maar een keer. En ik vind het heel jammer. Maar ik kom graag nog een keer kijken. En ik ga ook naar alle repetities. Ik vind het ook fantastisch, zeker. Ik ben altijd supporter geweest. En ik vind het ook heel jammer dat hij dus gewoon niet meer mee kan spelen. Hij is echt aan het afbouwen. Hè? Zo, nog steeds met de repetities mee. En ja, met bloedend hart, ja. Ja, nee, ik vind het heerlijk. Ja. Dank u wel. En geniet er nog even van, hè. Nou, dank je. Leuk. We hebben de studio een beetje omgebouwd, zoals jullie kunnen zien. Want Wander gaat zijn nummer spelen. Wat is de titel van het nummer? Burnt Jam, en het is een liedje van Weezer. Weezer Burnt Jam. Ja, Burnt Jam. Hier is Wander Smith met Burnt Jam. Fantastisch, dankjewel Wander. Heel erg bedankt dat je bij mij in de uitzending wilde zitten. En prachtig optreden trouwens. Dankjewel. Dit was hem, althans voor deze maand. Volgende maand zijn we er weer, maar dan wel voor de laatste keer. Een fijne dag nog en tot ziens.